Castaños eruit. En we krijgen een debutant, Mirko Born. Scoorde in de voorbereiding werkelijk aan de lopende band voor FC Twente. Aanstaande vrijdag ga je een nieuw contract tekenen bij FC Twente. Ja, het is een contract voor 2,5 jaar. Heeft lang geduurd, een paar maanden. Maar nu zijn we er klaar mee. Waar kwamen die twijfels vandaan? Kun je daar iets over zeggen? Eerst geen goede gevoel, maar ja, heb ik altijd met één getraind en alles. Heb ik debuut gemaakt en ja, dat was wel klaar dat ik ga tekenen. Tadic. Daar is Twente dan toch weer. Ver niet. Born gaat liggen. Penalty. En legt hem op de stip. Op 18 juni zijn we begonnen. Daar dacht ik, ja, ik ga met belofte trainen. Ja, maar dan zijn we kleedkamer. Wordt gezegd, ja, je gaat met één trainen. Ja, en dan is het ook zo gekomen, heb ik vriendschappelijke wedstrijd meegedaan. Dan ben ik met op trainingskamp gegaan in De Lutte. Ja, en dan was dat elke zaterdag of zo, waar we oefenwedstrijd hadden, daar ben ik mee gegaan. En je hebt ook Europese reizen al gemaakt. Ja, klopt. Vertel eens, waar ben je allemaal geweest? Santa Coloma was ik mee. Hebben we 3-0 volgens mij gewonnen. Ja, daar ben ik in de rust ben ik ingevallen. Ja, voor SC Twente was het natuurlijk niet zo leuk dat ze die wedstrijden allemaal moesten spelen. Maar hoe was het voor jou? Want ik kan me voorstellen dat het voor een jonge speler best heel bijzonder is om dat allemaal mee te maken. Ja, klopt. Voor mij was het wel een goed gevoel dat ik mee mag. Dus wel ervaring met die oude spelers die meer ervaring hebben. Die laten jou meer zien en alles. Vond je het een grote stap van de belofte naar de eerste selectie? Ja, ik vind het wel een grote stap. Ik merk wel dat hun fysiek sterker zijn. En ja, dat ik meer gevraagd word. In de A-jeugd of zo was nog dat, daar kon het alles. Maar nu moet meer concentratie en alles. Het wordt meer een beroep. Ja, klopt. Jesse. Voorzet van Jesse. Daar kwam Born net niet bij. Ik train bijna elke dag met eerste. Ja, dan die wedstrijd op maandag ga ik ook met belofte spelen. Ja, en dan als Bulikim of zo terugkomt na die blessure, dan moet ik wel bij de A1 met spelen. Ja. En hoe vind je dat? Dat je zo tussen die elftal door... Ja goed, ik heb daar geen probleem met. Ik vind het leuk als ik bij de A-jeugd mag spelen. Maar ik vind het ook leuk als ik bij de belofte of eerste moet spelen. Je status is denk ik wel heel anders. Als je bij de A1 meedoet, dan ben je echt de man waar het om draait misschien. Ja, klopt. Daar hebben ze wel meer verwachting in. Dat ik, als het bij mij fout gaat, dan gaat het misschien bij iedereen fout. Je hebt bijvoorbeeld in de wedstrijd tegen VVV... Heb je al een beetje je stempel op het elftal gedrukt? Vertel eens. Ja, penalty uitgehaald. Ja, dat was mooi. Wat zeiden de jongens na afloop tegen je? Ja, we waren alle blij dat we nog gewonnen hebben. Natuurlijk, Sanne kwam naar mij. Toen na de wedstrijd heeft mij omarmd. Ja, dat was een mooi gevoel. Voor de buitenwereld lijkt het alsof spelers die in de jeugd van FC Twente rondlopen weinig kans krijgen om een eerste selectie te halen. Ja, maar ik vind het nu anders. Nu, zie je nu, ik heb debuut gemaakt. Joey, Tim maken ook debuut, maar ja, dan denk je die van buiten, ja, het komt niet zoveel jongens, maar het komt wel nu. Wat is er veranderd dan, denk je? Ja, die trainer gaat nu ook op jonge spelers letten. Hij komt bij jullie kijken op maandagavond? Ja. Elke wedstrijd. Dus je voelt dat er op je gelet wordt? Ja. En wat zegt hij dan tegen je, bijvoorbeeld, waar je aan moet werken? Ja, balaanname. Bal vasthouden.
Want je bent vrij jong bij FC Twente gekomen. Ja. Waarom heb je destijds de keuze gemaakt om naar FC Twente te gaan? Ja, ik heb al in de C2 heb ik bijna elke vrijdag meegetraind. En ja, daar was ook nog die keuze naar Groningen te gaan. Maar ik was voor Twente, omdat ik 1 jaar bij Twente meegemaakt heb. En ja, die vertrouwen hebben ze me gegeven. En daarom was ook dat ik naar Twente ga. Waarom denk je dat er zoveel jonge Duitse jongens ervoor kiezen om naar FC Twente te gaan? Want je bent niet de enige. Nee, goede opleiding. Goede trainers, goede opleiding. Je kunt je veel leren. Ik ben Mirko Born, ben 16 jaar oud, speel bij FC Twente Enschede B1 en bij de U16 Nationalmannschaft van Duitsland. Je speelt ook al een tijdje voor de nationale elftallen van Duitsland. Vertel eens. Ja, ik was onder 15 tot onder 18 was ik bij Duitse elftal. Ja, maar nu is het een beetje rustiger geworden. Ja, we waren 2011 waren we bij de WK onder 17. Zijn we derde geworden, zijn we in de halve finale. Hebben we ongelukkig tegen Mexico 3-2 verloren. Welke spelers heb je daar gezien waarvan je veel verwacht? Ik denk bij mijn team Emre Can van Bayern München, Levent Ajacek van Bremen. Ik denk dat worden later goede spelers. Ja, ook Memphis Depay van PSV Eindhoven, denk ik ook goede spelers. Vrijdag je contract. Waar kijk je dan het meest naar uit? Ja, naar de volgende stap. Dat ik ja, deze jaar nog veel minuten maak bij 1 of een paar minuten maken.